Het winkelend publiek in Boekel had de laatste maanden moeite om bij de winkels op het Agathaplein te komen. Maar er komt deze week een einde aan. Maandagochtend is een asfaltploeg begonnen met de bereikbaarheid in orde te maken met het aansluiten van de weg op het bestaande gedeelte. Door de aanleg van de Zuidwand werd begin dit jaar ook al de rotonde in het centrum al verwijderd en moesten fietsers en autoverkeer nu opletten voor het van rechts komend verkeer. Parkeergelegenheid voor de winkels komt ook weer terug, wat voor blijdschap bij de ondernemers zorgde. Fase 1 van de Zuidwand in Boekel is volop in ontwikkeling, maar nog ver van huis. Oh ja, en komt er vanuit het Agathaplein richting Kerkstraat gereden? Let op, het is een beetje onoverzichtelijk.